Penomedia. Ik denk dat u al een goed bekend bent met ons vanwege alles wat wij doen. Het is al aan de orde geweest. We zijn een grotendeels vrijwillig fonds. Maar ja, volgens de wet toch ook een verplicht gesteld fonds, omdat ook de film en bioscopen bij ons zitten. We zeggen dus wel vaak vrijwillig bedrijfstak pensioenfonds. En dat betekent dat werkgevers, sociale partners, echt moeten kiezen om bij ons aangesloten te zijn. Ja, daar moeten we wat voor doen. En dat doen wij in de vorm van in ieder geval proberen met u te kijken van ja, wat hebt u nou nodig als sector? Hè? Wat voor producten moeten wij voeren? Nou, u ziet ze staan op dit moment, DB, CDC, daar zijn niet zo heel veel gebruikers volgens mij, en een DC. DB is eigenlijk wat nu de belofte is, hè? Een middelloonregeling, defined benefit, u weet wat u krijgt, en vrij duidelijk. En DC, dat lijkt eigenlijk al op de premieregeling van de toekomst. Die hebben wij dus al, dus we zijn al een beetje aan het voorsorteren op die toekomst. Ja, u ziet het staan, het is wel een beetje wij van WC eens, maar gelukkig krijgen we dit ook terug. Klantgericht, hoge servicegraad, flexibel en gericht op de toekomst. Dat is waar we voor staan en waar we ook voor gaan. Maar ook gelukkig wat u als werkgevers in de onderzoeken en als deelnemers aan ons teruggeeft. Wat we doen is niet alleen dit soort seminars en niet alleen uw brieven sturen. We administreren, dat doen wij samen met NPD, onze uitvoerder, met wie we dus straks ook samen gaan in P&O Media worden. Beleggen, dat doen we in eigen huis. Bruno, onze belegger, zit hier. Zwaai even, geef vooral uw voorkeuren aan hem door. We keren pensioenen uit, dat gaat vooralsnog heel erg goed, naar volle tevredenheid. Ja, en we communiceren op tal van manieren, soms echt in de media, maar vaak ook gewoon met een brief op uw deurmat. Ja, dat doen we al 75 jaar. U ziet op de banners de slingers naar beneden komen. We moeten nog 75 worden, maar we vieren het wel alvast een beetje. Dus de confetti komt straks ook uit de lucht. We zitten in de top 30 van de pensioenfondsen. Niet omdat we zo goed zijn, maar dat hangt met name vast aan het vermogen dat je als fonds hebt. Nou, zo'n beetje 8 miljard. Dat is zeker niet de kleinste en ook zeker niet de grootste. Dus we zitten er mooi tussenin.